Ja, Volt had mijn volledige sympathie, dat zult u wel begrijpen. Ik heb nog zelfs overwogen om op Volt te stemmen, omdat ik ook niet precies wist wat het moest worden. Ik was nog steeds boos op de Partij van de Arbeid. Een VVD kan geen normaal mens stemmen, dus nou ja, dan zit je al gauw met waar moet ik in godsnaam heen met mijn stem. Het Verlossum, kunt u mij horen? De gemeenteraadsverkiezingen moeten nog plaatsvinden, maar Maarten heeft nu al spijt van zijn rol als lijstduwer bij de Partij van de Arbeid in Utrecht. Dat vertelt hij tijdens de live podcast in Tivoli-Vredenburg. Wij wilden eventjes checken of meneer Perenboom misschien in de zaal zit. Ken je die nog, meneer Perenboom, Maarten? Nee, joh, Koos. Koos, oh ja, Koos hebben we ook. Die onnozelaar hebben we niet uitgenodigd. Dat zou... ja, is maar... Koos toevallig in de zaal? Ik denk dat hij helemaal boven op de balkon zit. Hij zou er wel iets van op kunnen steken, hè, met zijn... Dat denk ik wel. Kijk, we hebben licht in de zaal. Universitaire zijpraatjes. Kijk, we kunnen de mensen allemaal zien. Hartstikke leuk. Welkom ook allemaal bovenin. Bent u Koos? Nee, die durft dat nu niet meer. Er wuift iemand dus. Ja, ja. Ja, en misschien... we hebben natuurlijk altijd het DHL-karretje wat voorbij rijdt. Ik zag ook in de Telegram-groep dat mensen dachten... misschien zit er wel iemand met een DHL-pakketje of een DHL-jasje aan in de zaal. Maar dat is zo te zien ook niet het geval. Ja, ik wil nog even zeuren. Ik vind dat die lampen kunnen wel ietsje minder. Ja, heel goed. Kijk, heel goed. Dit is fijn. Ja, hartstikke goed. Dat, waarom ze dat allemaal op zo'n derde graadsverhoor zetten, dat begrijp je niet eigenlijk. Hè? Nou, dan hebben we lekkere stoelen. We hebben hier ook nog thee staan, dus dat kun je zo meteen ook pakken. Ja. Twee koekjes, dus daar zijn we er helemaal klaar voor. En ik zal af en toe ook even de zaal inlopen als mensen iets willen roepen. Ja, dat u een paar leuke vragen bedenkt die u nu in de gelegenheid bent te stellen. Ik kan geen garantie geven dat ik ook een antwoord geef waar u tevreden mee bent. Meestal ben ik aan het eind van het antwoord vergeten wat de vraag precies was. Maar dat is niet anders. Laten we eens even kijken wat mensen al hebben ingestuurd vooraf. De gemeenteraadsverkiezingen die komen eraan. Ah, en iemand die vroeg zich af, ja, jij bent natuurlijk lijstduwer bij de PvdA. Ja, ik heb nu al een beetje spijt van. Ja. Hoe komt dat? Nou, laat ik eerst uitleggen waarom ik lijstduwer ben geworden, terwijl ik vrij recent nog heb gezegd dat ik nooit van mijn leven meer lijstduwer wilde worden. Wat natuurlijk een weinig principiële indruk maakt. Nou moet ik ook zeggen dat verstandige mensen bijvoorbeeld niet principieel moeten zijn, omdat je tenslotte altijd vastloopt in principiële standpunten. Je moet flexibel door het leven trekken. Want ik moet nog weer een eindje verder terug in de tijd. In dat tijd naar Rutte 2. Rutte 2, zoals u weet, dat was door twee spierballenjongens in elkaar getimmerd in een paar weken na de verkiezingen van 2012. Die verrassend goed waren verlopen voor zowel de VVD als de Partij van de Arbeid. En vervolgens heeft de Partij van de Arbeid, een partij met een lange sociaal-democratische traditie, zich volledig in laten pakken door dat gelul van Rutte. Dat is het bekende, wij moeten ons klaarmaken voor de 21ste eeuw, alsof ze enig idee hebben wat dat allemaal gaat brengen. En dat we vooral een kleine, slagvaardige overheid moeten hebben, nietwaar, die tegen minimale kosten in staat is om adequaat beleid te voeren. We hebben ondertussen vrij breed gezien wat de resultaten van dit denken zijn geweest. Namelijk een overheid die werkelijk tot niets in staat is. Denk aan mijn bewijs van genezing bij de corona. Die heb ik nu 3 weken geleden aangevraagd en je begrijpt dat is er niet en dat zal er ook niet komen. Daar ben ik vast van overtuigd. Stel je voor dat ik het echt nodig zou hebben. Hè? Wat doe je dan? 'S nachts bellen bij de GGD of zo? Nou, en dit is een zaak die geldt voor tal van eigenlijk relatief eenvoudige administratieve activiteiten die de overheid dient uit te voeren, zeker ook gezien de belastingheffing in Nederland, op een adequate, snelle en burgervriendelijke wijze. En geen van die drie condities, daar wordt aan gehoor aangegeven. Ja, als ik even naga, wat werkt er goed? De AOW, die werkt goed. Het is nooit zo dat ze vergeten de AOW te betalen. Ja, maar goed, dat is waarschijnlijk, gaat dat allemaal geautomatiseerd. Maar allerlei nieuwe klusjes die de overheid heeft gekregen de afgelopen jaren functioneren verrassend slecht, of helemaal niet. Hè? Hoe is het bewijs van herstel? Ik ben ook wel benieuwd waar het mijne gebleven is, bijvoorbeeld. Je zou toch gaan boosteren? Ligt dat nog ergens? Of is het zoek geraakt in de krochten van het internet? Of, maar je hebt de booster gehaald, toch? Nee, de booster die mocht ik niet, omdat ik corona heb gehad. Maar ben je wel naar de jaarbeurs gegaan om hem te halen?
ja, je hebt mij dat adres gegeven en nu ben ik van plan, omdat ik altijd alles uitstel, om dat overmorgen te gaan doen. Ja, want je moet naar Italië, hè? Je hebt hem nodig in principe. Ja, ja. Ja, ik heb het nodig. Dat is natuurlijk ook heel gek dat wij ondertussen de hele boel afgeschaald hebben. En als je naar het stomme Italië gaat, niet waar dat je daar dan ineens aan alle hele strenge eisen moet voldoen. Dat zag er naar uit dat bij gebrek aan bewijs van herstel, dat ik zo'n beetje elke 2 dagen een PCR-test zou moeten doen. Nou ja, ik heb vanmiddag nog... Kunt u mij uitleggen, dat is eigenlijk een simpel voorbeeld, u weet hoe handig al die apps zijn. Ik heb ook een app van de bank, niet waar 3 keer per jaar staat er bovenin de app van de bank, staat van u kunt op dit moment niet bij uw spaargeld. Zo, hè? U zult het net nodig hebben. Maar je kunt, ja, dat is een computerprobleem, dat is de ING. Laat ik meteen de zon daar ook maar bij zijn naam noemen. Ik denk dat het bij die andere banken een haar beter is. En dan wordt je door iedereen verteld hoe ongelooflijk handig al die dingetjes zijn. Wat was er mis met het oude systeem? Dan had je een boekje en dan 1 keer per maand deed ik dat. Dan voelde ik het in, dan deed je al die rommel in een gratis envelop. En dan ging zo naar het Giro-kantoor in Arnhem. De Giro was een van de modernste betaalsystemen ter wereld. In een heel vroeg stadium gecomputeriseerd. Dat was bij de banken niet het geval. En dat is door die godvergeten Ruding verpast aan de kapitalisten. Hè? Waarbij allerlei verregaande beloftes zijn gedaan over gratis dit en gratis dat. U heeft vandaag nog gehoord dat alle bankdiensten 2 keer zo duur zijn geworden in de coronatijd. Hè? Alsof dat iets met corona te maken... Nou ja. Kortom, die hele wonderlijke mythologie dat we door dat internet aan allerlei fantastische, ongelooflijke, fantastische oplossingen zijn gekomen die veel beter zijn dan wat we vroeger hadden. Maar dat is, als je daar even over nadenkt, is het gewoon gelul. Hè? Wat beter is dan vroeger is de televisie. Groot beeld, geen kleur. Hè? Voetbal is even waardeloos als het vroeger was. Hè? Ja, dit is even voor de sportliefhebbers onder u. Hè? Als je toch naar zijn hele wedstrijd kijkt, dan denk je toch al aan... We hadden het over de gemeenteraadsverkiezingen. Laten we daar eventjes over teruggaan. Huh? De PvdA, daar ging het over, gemeenteraadsverkiezingen. Oh, de PvdA, ja. Ja, zo kwamen we er. Ja, zo gaat het een beetje. Hè? Dat is, ja. Je hebt groot gelijk, ja. Dus ja, na 5 jaar Rutte 2, want het was 5 jaar. Hè, ze zijn eindeloos blijven zitten. Omdat de formatie van Rutte 3 zo godvergeten lang duurde. Wat ze alleen maar expres deden om niet de indruk te maken dat ze er weer doorheen geraffeld waren, zoals bij Rutte 2. Politiek hangt van beeldvorming aan elkaar. En ja, bij elk groot dossier zijn ze in feite door de pomp gegaan. Dus ze hebben ook alleen hun zin gekregen, beperkt bij bed, bad en brood. Nou ja, punt van Jan Doedel, waar we ons altijd enorm druk over maken. Maar het gaat vaak om enkele tientallen, op zijn best enkele honderden mensen. Dat niets toe doet vanzelfsprekend. Ja, met alle gevolgen van dien, dat ze de kiezers natuurlijk meedogenloos zijn afgestraft. Van 38 zetels naar 9, dat is het grootste verlies wat een serieuze politieke partij in Nederland ooit geleden heeft. En terecht. Ik was ook zeer verontwaardigd. Niet dat men zich daar iets van aangetrokken heeft, maar ik was zeer verontwaardigd. En had gezworen nooit meer op die partij te stemmen. Daar kwam wel bij dat de Partij van Arbeid nog een extra irritant puntje had, wat mij betreft. Namelijk dat ze altijd over Europa ook zo van, ja, wij zijn een beetje tegen. Hè? De meest verstandige, laten we zeggen niet verstandige Nederlandse partijen, die moeten niks van Europa hebben. Op dat punt is Rutte wel fors bijgedraaid. En nou, je kunt merken dat dit waarschijnlijk tot zijn laatste kabinet zal zijn. Maar ik heb eens een lezing gehouden voor de Partij van de Arbeid. In Eindhoven, ook al niet een plek waar je gelukkig wordt natuurlijk. Ja, sorry, nou, veel mensen uit Eindhoven. Die durven dat nu niet meer te zeggen, denk ik. Het heeft de grootste concentratie intellectuelen, ik bedoel, knappe mensen in heel Nederland. En als je er doorheen loopt, heb je dat gevoel absoluut niet. Hoe komt dat dan? Nou ja, dat is de TH natuurlijk. Nou, net tegenwoordig heet dat natuurlijk een universiteit. Vroeger was het gewoon de TH. Ja, en het was een zaal volledig gevuld met oudere PvdA'ers, voornamelijk mannen. In diezelfde zelfgebreide truien van Spekman. Als u dat iets zegt. Die breidt zijn truien zelf en
Dat is de oud-voorzitter van de PvdA. Dat is te zien. En daar heerst ook over Europa zo'n sfeer dat je denkt, wat is dit voor dorpsgelul? Hè? Het leek de SP wel, bij wijze van spreken. Ik wil niemand kwetsen, maar als u in de SP iets te vertellen heeft en u bent niet van die marxistische richting, laat ze dan eens iets beter sturen op Europa, want dat stelt echt werk helemaal niets voor. Ben ik nu aan het eind... Oh nee, en toen had ik gezegd, want dat was het ergste, dat ik was landelijk lijstduwer in 2012 geweest. Op uitnodiging van Spekman. En ik dacht, ja, ze stonden er belazerd voor. Ik denk, waarom niet? Kan het schelen een keertje? En toen kreeg ik 6000 stemmen. Dus ik voelde mij die hele 5 jaar op een beperkte wijze medeverantwoordelijk. Niet waar voor de immense sociale ongelukken die die partij bezig was aan te richten. En we kunnen een hele lijst van maken. Decentralisatie van de WMO. Het zijn overigens allemaal grotendeels CDA-ideeën die langzamerhand door andere partijen zijn overgenomen. En ook die decentralisatie, dat is een rampzalig idee. Hoe kun je nou in zo'n klein kutlandje als Nederland gaan decentraliseren? Hè? Dat betekent dat je al die dorpswethouders in feite taken in de maag splitst die ze totaal niet aankunnen. Nou, dit moet toch wel een adequaat antwoord zijn op de vraag. Ja. Maar waar ik even benieuwd naar ben, is dat je op een gegeven moment hebt gezegd, ik kan niet altijd boos blijven op de landelijke PvdA. Ja, de mensen wel, kennen dat verhaal. Ze hadden een goede brief geschreven. A, je kon niet altijd boos blijven. Dat vind ik ook wel. En dat heb je ook in het huwelijk. Af en toe ben je boos en dan knal je met de deuren en zo. En denk je zonde van het houtwerk. Maar al heel snel denk je, ik had dat beter niet kunnen zeggen. We moeten het maar weer een beetje peilen. Ja, je moet toch met z'n tweeën voort. Echtscheiding is een van de stomste dingen die je doen kunt. Ik wil ook weer niemand kwetsen. Kan soms noodzakelijk zijn. Ja, het kan zijn dat je met een psychopaat getrouwd bent. Komt ook veel voor. Maar normaal gesproken zou ik zeggen, zorg er nou voor dat je je inkomen niet door midden deelt. Want dat heeft meestal rampzalige gevolgen. In een samenleving die grotendeels drijft op 2 werkende mensen en niet op 1 zoals vroeger. Nu ben ik van mijn punt afgedwaald. Ja, dat klopt. Je kunt niet altijd boos blijven. Ik kan niet altijd boos blijven. Dat is zo. U ziet, zo werken mijn hersens. Ik begin over die VS-beestjes en het eindigt over Boeing 747's. En dat zijn er nog allebei dingen die vliegen kunnen. Ja, daar zit nog wel een zekere associatie in natuurlijk. Ik kon niet altijd boos blijven, waar ik het wel mee eens was. En bovendien, dat was een vrij sterk punt, vond ik. Dit waren hele jonge mensen in Utrecht, die ook niet konden helpen dat Samson, die er overigens niet op achteruit is gegaan wat betreft zijn baantje, niet waar dat Samson en hoe heet die andere twee, dat die er een zootje van hadden gemaakt. Die andere twee, de enige eigenlijk die zich fatsoenlijk gedragen heeft, is Asscher. Omdat dat de enige, laten we zeggen, niet-VVD'er is die afgetreden is vanwege de affaire natuurlijk met de toeslagen. Het blijft toch wel vreemd. Ga even iets meer voor hoeven zitten. Dat de hoofdaanstichter en hoofdverantwoordelijke van dit drama, merkwaardig genoeg, onze nieuwe minister-president is. Hè? Hij is sowieso de hoofdverantwoordelijke voor een reeks van rampen die organisatorisch en op bezuinigingsvlak door onze overheid zijn aangericht. Want als u mogelijkwijs denkt dat het allemaal de schuld van onze lieve Heer is, nee, dat is niet het geval. Rutte heeft maar 1 groot voordeel boven andere politici, namelijk dat hij geen vrouw heeft. Ja, dat is een onbeschrijfelijke zegen. Natuurlijk, als je natuurlijk aan Ria Lubbers denkt, of hoe heette die vrouw van Joop den Uyl ook weer, die hoefde je echt maar heel even te zien en dan begreep je waarom Den Uyl 80 uur per week werkte. Ja, daar wordt al zo deftig over gedaan. Maar meestal werken mensen niet voor niks 80 uur of 100 uur in de week. Nee, die hebben thuis niks te zoeken. Dus ja, combineer het nou even, jonge mensen, enthousiaste mensen enzovoort. Nou, ik had het nog niet gedaan. Ik sta op die lijst, zei dat Spekman onder mij staat om mij op te vangen. Als het meegaat, als het echt fout gaat. En toen las ik in de krant, of ik werd gemaild, dat ben ik vergeten, dat de Partij van de Arbeid in de Utrechtse Raad gestemd heeft tegen het Malibaan-project.
Ja, dat zegt u natuurlijk ook geen reet. Wie van u zijn Utrechters? Kijk, dat is altijd een select gezelschap en de hele rest komt uit Harderwijk en Bokstel. Dat is in alle zalen zo, het is niet speciaal hier, dat schijnt, dat is overal. Nou, die theatergaanders, die trekken het hele land door, heb ik begrepen. En dat bent u dus ook. Is er iemand uit Wageningen? Oh, kijk, is weliswaar een select gezelschap, maar ja, waarom niet? Ja, ik was laatst in Wageningen. Ik vond het toch een beetje shabby boel. Ja, de Stationstraat, dat is toch wel zo enorm verklooid. Dat is echt verschrikkelijk gewoon. Ja, je had dus spijt eigenlijk van je plek. Ja, bij de... ik had er spijt van. Ik denk, als ik het geweten had, had ik het niet gedaan. Tenminste, omdat dat Malibaan project, daar heb ik 2 jaar lang een hoop tijd in gestoken. En ondanks de adviezen van mijn broer, begin er niet aan. Die gemeentes worden allemaal gerund door Stalinisten en halve garen. Nou ja, naar dit soort... dit type van conversatie waar hij grotendeels gelijk in had, bleek te hebben. Maar toch, ik vond het belangrijk dat het gebeurde. Maar moet je niet even inlezen dan, voordat je ja zegt? Moet je niet even inlezen wat de plannen zijn waar ze voor staan, voordat je ja zegt? Ja, dat zegt mijn vrouw ook altijd. waarom kijk je nou niet eerst even wat voor soort programma het is, voordat je erheen gaat? En het iets totaal anders blijkt te zijn wat jij vermoed had. Ik ging wel eens naar een programma dat heette De Wereld Rond. Dat is lang geleden, maar toch. Dus ik dacht, De Wereld Rond, dat is internationale politiek, verhoudingen in de wereld, Koude Oorlog. Ik zit daar tegenover een jonge vrouw en die begint met de vraag, houdt u van uw kinderen? Nou ja, zijn er 2 mogelijkheden. Die zeggen, nou, het zijn de grootste ertabakken ter wereld. Dus laten we daar nou maar over ophouden. Maar dat is natuurlijk zo'n vraag, ja, wat moet je daar nou op antwoorden? Hè? Je kunt moeilijk zeggen, nou ja, dat eerste kun je moeilijk zeggen. Je zegt altijd van, ah, het zijn zulke schattenbouten. Hè? Oh, geweldig. Hè? Je weet dat vrijwel alle mensen tot hun 5e, 6e nog wel te pruimen zijn. Hè? En dat eigenlijk een van de grote levensvragen is, wanneer veranderen ontzettend leuke, vrolijke kinderen in strontvervelende volwassenen? He, want ja, vroeg of laat voltrekt zich dat proces. En voor de meeste volwassenen ontbreekt het natuurlijk volledig aan de charme van kleine kinderen. Ik ben nog wel eens jaloers op mensen met kleine kinderen. Ik had het zo moeten organiseren dat ik mijn hele leven door kleine kinderen had. Ik dan op een assoot tegen de tijd dat ze 7 zouden worden de deur uit zou doen. Zoiets. Maar de kern is misschien wel een beetje, Joep van het Hek heeft dat een keer gezegd. Maarten van Rossum zegt overal ja op. Zonder dat hij misschien in de gaten heeft van wat hij... Tegenover? Nou, die heeft dat een keer gezegd van Rossum die zit overal. Want als je die belt, zegt hij ja. Ja, ik herinner mij dat. En dat viel mij op natuurlijk omdat Joep van het Hek eigenlijk nooit op het scherm verschijnt. Dat is een bijzonder zelden eigenlijk dat je Joep van het Hek op het scherm ziet. Dat je echt zegt van kom even kijken, het is Joep. Maar helemaal vergeten hoe die eruit zag. Ja, ik vond alle kinderachtig. Hè. Je weet dat de wereld van de media hangt aan elkaar van de meest gruwelijke kinderzinnen en kinderachtigheden. Je hebt geen idee hoe blij ik ben dat ik gepensioneerd ben. Dat als het morgen allemaal instort, dat ik heerlijk thuis op de bank ga zitten en stroopwafels ga eten. Ja. Die hebben we trouwens, hè? Die liggen hier. Oh ja? Ja, nou, die hebben we voor je. Hè? Dan zal ik ze zo, of zal ik er eentje gaan eten. Ja, nu moeten we eens een interessante vraag stellen over de gemeenteraadsverkiezingen. Nou, doen we even. Wie weet nu al dat hij niet gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, het gekke is dat in die zalen, die zitten helemaal vol met bewuste burgers. Ja. Hè? Maar doe het licht even aan, dan loop ik even gewoon naar iemand toe. En misschien is er wel op dit punt een onderwerp. Mogen we weer dichtbij komen eigenlijk, qua 1,5 meter? Of zijn er nog regels? Mag je weer dichtbij komen qua 1,5 meter? Of we hoeven niet met zo'n stok te zijn? Ze zitten met z'n allen naast elkaar, dat is waar, in de zaal. Goed. Dus als er een beetje superspreaders bij zitten, dan... De eerste vraag is natuurlijk altijd spannend. Hè? Wie heeft er een vraag over de gemeenteraadsverkiezingen? Steek eventjes je hand op. Ja, helemaal bovenin. Laat me horen. Hij zit daar boven. Ja? Ja, is er iemand die... Dat zijn die K2-beklimmers. Ja, jij hebt een vraag. Laat me horen. U jij kan helemaal naar boven komen. U wilt Maarten... gewoon aandacht eigenlijk. Ja. 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 Dat is Koos, denk ik. We hebben u gezien.
Ik loop even naar boven, Maarten. Als jij de tijd even vol lult... Ik ben er bijna een half uur mee bezig. Ja, dan moet je, we hebben dit getest in de repetitie, dus ik kan gewoon doorpraten. Maar dan, als jij nu even zinnige dingen zegt... Nou, ik dan... vind het zonde van de tijd dat je dan helemaal op expeditie gaat. Ja, maar deze man heeft... is de enige die zijn hand opstak. Een vraag aan iemand die op de eerste rij... Heeft iemand op de eerste rij niet een vraag? Je moet niet zo bleu zijn. Zie je mij? Hierboven, hallo? Andere kant. Kijk, hier. Grote god. En hier zit de man, hier zit Koos, denk ik. Nee, vertel even wie je bent. Nou, ik ben Koos uit Brabant. Nee, ik ben Boudewijn uit Zwolle. Ja, ik wilde inderdaad alleen maar. Moet u ook weer terug naar Zwolle? Ik moet ook weer terug naar Zwolle, ja. Grote god, nou aan toe zeg. Nou, ik hoorde in de podcast die vanochtend werd gepost... u het hebben over Volt. Ja, dat u daar toch wel sympathie voor hebt. Maar heeft u niet de indruk dat het allemaal wat bleuwe mensen zijn... die ook hoe, de manier waarop men dan nu met hun personeelsbeleid omgaat? Ja, Volt had mijn volledige sympathie, dat zult u wel begrijpen. Ik heb nog zelfs overwogen om op Volt te stemmen... omdat ik ook niet precies wist wat het moest worden. Ik was nog steeds boos op de Partij van de Arbeid. Een VVD kan geen normaal mens stemmen. Dus nou ja, dan zit je al gauw met waar moet ik in godsnaam heen met mijn stem. Ik wil het dan maar even nu. Ik heb het vaak uitgelegd volgens mij. Ik heb op Kaag gestemd, niet vanwege Kaag. Ik had ook op Kaag gestemd als het een gebochelde van een Notre Dame was geweest. Dat maakt mij werkelijk helemaal niks uit. En laat staan die lulkoek over nieuw leiderschap. Dat is natuurlijk allemaal, dat begrijpt u ook wel. Dat is gebakken lucht voor de verkiezingen. Maar de D66, want ik had heel snel in de gaten dat natuurlijk de zittende coalitie ook de nieuwe coalitie zou zijn. Dat je dat niet zag, dat begreep ik ook niet. Dat was nou zo klaar als een klontje werkelijk. Typisch Rutte bovendien. Nou ja, toen kwam die Omtzigt, een baantje elders, kwam er tussendoor. Wist hij veel dat hij eenzaam Kamerlid zou worden. Wat ik overigens ook ontzettend stom vind. Maar goed, dat is nou weer wat anders. En daardoor moest Rutte natuurlijk maandenlang wachten... om een beetje dat idee weg te slijpen... dat een zeer ruime keer de Kamermeerderheid van mening was... dat hij volledig ongeschikt was voor zijn functie. En volkomen terecht ook nog. En nu zijn we het allemaal vergeten. Ja, dat vind ik nog wel leuk. Even maar even tussendoor vraag je. Wie heeft op Rutte gestemd? 1, 2... Het zijn niet heel veel mensen. Even voor de mensen die dit terugluisteren. Op een of andere manier moet dit... Oh, hier zit iemand. Nog 3. Dit moet op een of andere manier wel een zeer selecte steekproef zijn. Ja. Maar we hebben hier iemand, Maarten. Uit het Nederlandse kiezersbestand. We hebben hier iemand die op Rutte heeft gestemd. Waarom heb je op Rutte gestemd? Nou, in tegenstelling tot Maarten... zie ik hem niet als de aanstichter van al het slechte... wat er in dit land is gebeurd de afgelopen 10 jaar. Ik denk dat daar wel meerdere crises aan te pas zijn gekomen... en meerdere... Nou, omstandigheden. En welke leider in die 10 jaar denkt u dat het beter had gedaan? Als die daar had gestaan? Goeie vraag. Nou, daar heeft u natuurlijk wel een beetje gelijk in. We hebben in Nederland, godzijdank, alleen maar nogal knullige leiders. Want u weet dat niet knullige leiders, vooral als je het in het Italiaans of het Duits vertaalt, dat je dan al een heel vervelend gezelschap tegenkomt in het algemeen. Het is natuurlijk... Ja, wat zal ik daar nou van zeggen? Hij is niet stom en hij lult goed. Als hij op vrijdag ondervraagd wordt door een van die lui uit de politieke journalistiek, dat is allemaal verder prima. Hij schijnt nog steeds een Nokia te gebruiken, ook sympathiek natuurlijk. Maar het is geen grote politieke leider. Het is niet iemand die op enige wijze een inspirerende rol zou kunnen spelen. Zelfs als hij het zou willen, zou hij dat niet kunnen. De vraag is of ik een inspirerende leider zou willen hebben in Nederland. Ik ben daar niet zo... Kijk, je kunt namelijk inspirerend zijn en toch competent. Dat kan. Merkel is daar een goed voorbeeld van. Hè? En als je natuurlijk Merkel en Rutte samen in Brussel hebt gezien... dan weet je, dat zie je Rutte, dat hij elk moment daar besefte... dat hij echt 2 maten kleiner was dan Merkel. Hè? Merkel heeft natuurlijk bovendien een beta-studie gedaan, wat op mij altijd een verpletterende indruk maakt, omdat ik zelf natuurlijk een alfa-studie heb gedaan, dus ik ken deze wereld van kletskoekerij, ken ik van binnenuit. Hè? Je denkt toch altijd dat zo iemand die natuurkunde heeft gestudeerd toch op een of andere manier cleverder is dan iemand die weet wanneer de Franse revolutie begon. Om maar een voorbeeld te geven.
Oh, is dat helemaal volledig uit de tijd geraakt, de Franse Revolutie, in het curriculum van de geschiedenisstudies. Dus nee, ik als u bedoelt te zeggen dat natuurlijk Rutte in allerlei opzichten een slachtoffer is van de tijdgeest, dat hij in feite allerlei ideeën die zo'n beetje rondzoomden in de Nederlandse politieke, sociale en culturele elite, en dat heeft u natuurlijk groot gelijk in, het is niet iemand die, laten we zeggen, op zijn eigen denkkracht gedraaid heeft. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Vandaar ook dat ik altijd zo'n... Wat vindt u daar nou van, zo'n denkers des vaderlands? Elke keer als je die vent in beeld kan denken, de denker des... Zit hij er toevallig of zo? Ik heb wel nog een andere vraag. Ik vind dat zulke onzin. De dichter des vaderlands, de denker des vaderlands, de kletsmajoor des vaderlands, moederdag, vaderdag... Kan daar niet eens een keer een enorme opruiming gehouden worden in die speciale dagen? De dag van de poëzie, de dag van de manke dwerg. Nou ja, zo kun je nog wel even doorgaan. We gaan even naar een vraagje bovenin, Maarten. We hebben een dame, geef de microfoon even door, dan komt hij ook goed op de opname. Ja, verdomd, ik kan u zien. Oké. Nou, ik ben Sanna en ik kom ook uit Utrecht. Ik ben starter en wat mij opvalt, mijn generatie, is denk ik het woningtekort. Nou hebben we in Utrecht natuurlijk dat er bijgebouwd wordt, zoals het project in Rijnenburg en andere dingen. Maar ik heb ook planologie gestudeerd en ik weet dat de prognose is dat Utrecht met 70% meer inwoners zal hebben straks in 2040. Is het bouwen genoeg of denkt u dat er een ander probleem is en zo ja, hoe lossen we het woningtekort op? Gebruikerscasus Utrecht anders. Utrecht is een vrij eigenaardig geval. In de zin dat toen ik hier ging studeren in 1962, dat Utrecht een zogenaamde artikel 12 gemeente was. Dat wil zeggen dat ze hun eigen broek financieel niet op konden houden. Dat is in de loop van de jaren 60 en 70 nog veel ernstiger geworden. Utrecht heeft eigenlijk een heel eigen, interessante geschiedenis. Omdat natuurlijk de twee grootste werkgevers van Utrecht, Demka En de, hoe heet het, die luiden die wagons bouwden. ProRail, nee, niet ProRail, maar goed, dat was nog zo'n firma die iets deed. Allemaal duizenden werknemers binnen 10 jaar allebei gesloten zijn. Waardoor de Utrechtse economie in feite op instorten stond. Dat was aan de stad zelf ook goed te zien. En het interessante is natuurlijk dat Utrecht ondertussen een van de booming cities van Nederland is geworden. Zelfs de snelst groeiende. Vanwege natuurlijk dat project aan de andere kant van de Grote Weg. Die overigens een zelfstandige gemeente willen worden, maar goed. Leidse Rijn bedoel je? Wat? Leidse Rijn. Leidse Rijn, ja zeker. Wat enorm meevalt in de praktijk. Je leest er altijd de verschrikkelijkste dingen over. Maar het valt best mee. Wat je ook in grote buitenlandse steden hebt. Dat je denkt, grote god. Ze vermoorden hier 126 mensen per jaar. Meer dan in heel Nederland. En als je daar dan rondloopt en je wordt niet vermoord, dan denk je, nou ja, valt eigenlijk best mee. Nou goed, wat is het best functionerende deel van Nederland? Dat is eigenlijk een soort boemerangachtig gebied. Dat loopt van Haarlem naar Amsterdam, inclusief Schiphol natuurlijk. Kunnen we over discussiëren hoe nuttig het is, maar het genereert een hoop werkgelegenheid en dan naar beneden toe naar Utrecht. Dat heeft Teulings heel fijn uitgerekend. Een nuttige econoom met afwijkende ideeën, waardoor hij altijd ruzie had toen hij nog directeur van het planbureau was met de zittende regering. Maar let op Teulings, vrijwel altijd zegt hij iets waarvan je denkt, ja, dat zou best eens kunnen. Want u weet, de meeste economen, dat zijn wel zulke oetlullen dat hij zegt. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, we hadden het er toevallig nog even over. Hè? Ja. Ja, dus dat is wat dat betreft, is Utrecht dus opgestegen van in feite een mislukking, zou je haast zeggen, naar ongekend succes. Het is echt, als je ook de bedrijvenmix, je kunt in Utrecht niks bekijken of het draait als een tierenlier. En in die zin, en dat heeft natuurlijk een heel interessante oorzaak, omdat dit fenomeen zich in tal van grote steden in Amerika en in Europa heeft voorgedaan. Omdat natuurlijk, wat denkt u nu dat de grootste werkgever van de stad is? Ja, dat is een interessante vraag, hè? Dat is de universiteit. Sterker nog, een onderdeel van de universiteit, namelijk het UMC. Nou, als er nou één goede industrie is, dan is het natuurlijk dat je die hele generatie van babyboomers naar de dood moet begeleiden. Hè?
Het UMC is de op één na grootste werkgever van de stad. Dat is natuurlijk op zichzelf vrij komisch. En ja, u kent de Uithof niet toen die was zoals toen ik aankwam. Er stond één gebouw op de Uithof. Voor de hele rest waren het schapen. En als je er nu overheen rijdt, staat er elke 3 maanden staat er een nieuw gebouw. En dat is allemaal de Research University. En dat is de groot en fantastische werkgever. Dit zijn allemaal hogescholen, dus dat kan haast niet kapot. En dat geldt natuurlijk voor een belangrijk gedeelte ook voor Amsterdam. Het zijn natuurlijk universiteitssteden die het beste doen, die ook vaak een enorme spreiding hebben in het soort van mensen wat ze aantrekken. Ik kan u verzekeren dat in een hele half van die gebouwen daar op de Uithof, daar werken mensen met buitenlandse paspoorten. Daar voelt u wel aan uw water aan natuurlijk. Maar de vraag alleen was ook, je moet niet doorvertellen aan Geert natuurlijk dat wij. Nee, Maarten, maar de vraag ging ook een beetje. Ze gaf aan, als starter is de positie op de woningmarkt redelijk uitzichtloos. Heb jij daar misschien wel ideeën over? Is dat zo? Ja. Ja, ik ben nooit een starter geweest. Ik werd door de universiteit in dienst genomen. En wat je ook deed, je kreeg had na 4 jaar een vaste aanstelling. Ik weet nog wel dat ik de koffiekamer binnen. Ik vertel het u omdat ik een hoop glazen mee heb gekregen. Ik kwam de koffiekamer binnen met mijn vaste aanstelling. En ik zei, voor de lol, dat begrijpt u ook wel. Ik ben vast aangesteld. Ik hoef nooit meer iets te doen in de rest van mijn leven. En er zit dan toch een lul bij die dat doorgeeft aan het faculteitsbestuur. Dat is toch ongelooflijk werkelijk. Dat is alleen in Nederland is zoiets. Maar dit is als je in de banenwereld kijkt, maar als je naar de huizen kijkt. Ja. U weet hoe dat komt. We hebben in Nederland systematisch een verkeerd beleid gevoerd op het punt van de huisvesting. En doen we nu weer, want we bouwen namelijk altijd datgene wat 5 jaar geleden zeer gezocht was. En passen ons niet aan de nieuwe eisen destijds. Ja, ik kan u op het punt van de bouwerij kan ik u niks nuttigs vertellen. U kunt er maar één ding aan doen, ik moet in Lemmer gaan wonen. Ja, dat schijnt. Het schijnt dat de Randstad zo opschuift dat vooral mensen die niet per se elke 5 dagen van de week op hun werk hoeven te zijn, maar bijvoorbeeld maar 2, dan moet je in Lemmer gaan wonen. Dat is nog onontdekt, dat is verkeerd grotendeels in de middeleeuwen, waardoor je daar relatief goedkoop een huis kunt kopen. Dus ik begreep dat veel KLM-piloten dat die naar Lemmer gaan. Want als je dat even bekijkt, je bent met de A6, ben je als een scheet in Lemmer. Maar dan stijgen de prijzen ook, hè? Hoor je als je met de mensen daar praat? Ja, nou ja, uiteindelijk kunnen we dan al huizen vinden overal in Nederland. Wat rijden wij nou voor afstanden? Dat stelt er allemaal niks voor eigenlijk. Als je dan maar 2 dagen in de week naar je werk hoeft. Wie van u gaat nog steeds alle 5 dagen van de week van 9 tot 5 naar zijn werk? Nou, dan kan het zijn dat u het gewoon leuk vindt, dat kan. Onderwijs wordt hiervoor gezegd. Onderwijs, ja, dat is leuk toch? Niet? Ik heb het altijd fantastisch gevonden. Bent u coach? Meer achtergronden bij de wens van Poetin om de Sovjet-Unie van Weleer in ere te herstellen, hoor je in het luisterboek Lenin en Stalin. U begrijpt dat hij is niet als Stalin geboren, maar als Jozef Vissarionovic Djugashvili. Ik weet ook niet of ik dat goed uitspreek. Dat is Georgisch. Je vindt het luisterboek via het linkje in de beschrijving.